Goedemiddag dames en heren. Van harte welkom bij deze herdenking op de, van het overlijden van André. Nou, 10 jaar na dat. 10 jaar lang is hij bij ons weg. Het is heel gemist voor alle Haagse-fans. Ik heb een kleine toespraak gehouden erover. Lieve Haagse vrienden en vriendinnen. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat de koning van het levenslied André Hazes ons lied met zijn mooie nummers. In deze 10 jaar is er nog veel gebeurd rondom zijn persoon in goede en in vreemde verhalen. Zo is er al dus een musical, straks een film van André en dan nog al die boeken waarover wordt geschreven over het leven van André. Ik hoop na vandaag dat er eindelijk rust komt voor André. Want dat heeft deze kleine afstand echt verdiend. Vandaag zijn we dus samengekomen om de koning van de levenslied te herdenken met z'n allen. Al zijn liedjes horen wij nog steeds in alle kroegen in Nederland, België, maar ook zelfs in Griekenland en in Turkije heb ik genomen. Kan je nagaan hoe André geliefd was in de wereld, waar ook zijn muziek echt nooit verloren gaat. Straks zullen we 1 à 2 minuten stilhouden om André te herdenken met z'n allen. Daarna zal een lied gespeeld worden. Het zal worden Bloed, Zweet en Tranen, door Martin en misschien door mij. Waarna we met z'n allen bloemen kunnen leggen bij beeld van André. Daarna is er mogelijkheid om met z'n allen naar de Eddybar te gaan in de Gerard Douwstraat. Om daar met z'n allen te genieten van zijn nummers. Ik hoop dat ieder voor zichzelf gaat bepalen wat hij gaat doen. Je kunt naar huis gaan, verder genieten van André met zijn muziek. Maar ook met z'n allen hem herdenken onder genot van een drankje en een hapje met andere hazesfeest. Ik wens een ieder vandaag veel sterkte toe met een lach en een traan. Ik wil iedereen bedanken voor zijn komst naar Amsterdam voor deze herdenking. Graag tot de volgende keer te zien hier ook in het land. Dank u wel.